Commission. Mijn naam is Paco. Wij gaan vandaag armen trainen. De biceps en de triceps. Robert, zoom even in. Die kant op zo. We gaan vandaag met de armrest trainen en we gaan losse oefeningen doen. Laten we beginnen. Over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feeling. Okay, this was the first oefening, straight barbell curl. Ik en Joseph doen met de EZ bar. Dat we blessure hebben aan onze pols. Robert doet met de straight bar. Dit is eigenlijk een van de beste oefeningen om massa te maken in je biceps. We gaan nu een massbuilder oefening doen voor de triceps. De close grip bench press. We doen deze 6 tot 8 herhalingen, omdat we echt puur voor de massa gaan. Discontent, I'm finally facing it all. Fearless. Armblaster, inner curl, EZ bar en dumbbell extension. Burning the bridge that keeps us. I'm here and I'm feeling exaggerated, that's what you assume. Story's over now, I must conclude. I am conflicted, watching where I step still. Hanging in the balance, not the life I want to live. I want to take it all, standing tall. Fear outweighed the person you are. Oh, break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it in a sense, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. Shout out naar Melkfles. Gang gang. We zijn nu bij de touwen aangekomen. Dan gaan we die armen helemaal even goed oppompen. Iedereen reageert anders op krachttraining. Zo vindt Paco het fijn om 6 tot 8 herhalingen te doen. En ik reageer beter op 10 tot 12 herhalingen. Luister dus vooral naar je eigen lichaam en doe wat goed voelt. We zijn aangekomen bij de laatste oefeningen. Rope hammer curl. En single arm extension. Bonus. Voor de mensen die het filmpje tot het eind hebben gekeken, we gaan nou drag curls doen. Het is een van de goedere, betere oefeningen om het 3D effect in je bicep te creëren. Van het vooraanzicht. Van de zijaanzicht ben je altijd wel groot. Van voor zie je er een beetje thin uit. Let's go! Drag curl.
aan deze training. Als je geen armblaster hebt, dan kan je ook de preacher curl doen. Daar hebben ze een speciaal bankje voor. In sommige gyms zijn ze schuin, sommige zijn recht. Doe daar gewoon je oefening tegenaan. Vond je deze video leuk? Like, subscribe, gooi een comment beneden. Wij zijn Alpha Vision. Visualize, work and make it happen. Tot de volgende keer. Adiedag.